Maar ja, zo kom ik dus zaterdag op en dan schijnt er een beetje rook nog te zijn. En dan loop ik hier naartoe. En hier aan deze tafel gaan wij de week doornemen op licht humoristische wijze. Ja, op zaterdagavond ga ik graag op café. En het mooie is, op zaterdagavond heb ik eindelijk een café. En het mooie, dit vind ik dan echt te gek, dat de details zijn bijvoorbeeld veeltjes van het programma Spaanders. Het programma moest snel tot stand komen, begreep ik. Want Anja Lubach had meer tijd nodig. Nou ja, ik was nog bezig met het programma over zelfmoord. En toen zei ze, ja Patrick, we zijn een soort van aan het kijken of we de zaterdagavond kunnen invullen met ook weer ouderwetse amusement en satire. En we zijn al een beetje aan het proefdraaien. Wil je een keer aanschuiven bij de cabaretiers? Dus toen zei ik, oké, dat wil ik zeker wel doen. En toen zei ze ook van, ja, het is nog niet helemaal zeker. Er moeten nog een paar seinen op groen. En dan denk je, nou ja, we kijken wel. Maar op een gegeven moment was het al, toen we die pilot hadden opgenomen met die cabaretiers, vonden ze dat bij de NPO zo leuk. Dat ze zeiden, nou kan je over 2 weken niet het hele programma laten zien. Dus toen moesten we dat nog wel even bedenken. En toen zei ze, ja, kunnen jullie 11 september beginnen? Nou ja, dat is dan wel snel voor zo'n zaterdagavondprogramma. Maar goed, schouders eronder en ja, goed team. Op deze kruk hebben wij elke week een opmerkelijk verhaal van iemand, zeg maar een human interest gesprek. Hier in het midden wordt er een quiz gespeeld met de twee hoofdgasten. Ja, uiteindelijk is dit dan de stamtafel in het café waar de gesprekken en het cabaret plaatsvinden. Spaanders, de naam? Ja, Spaanders, want... Want waar gehakt wordt en dat gaat gebeuren, dat hakken. Ja, dat zal wel gehakt worden. Er zullen wel wat Spaanders rondvliegen, maar dat is ook goed. Weet je. Dat wil je ook. Het is natuurlijk toch ook het zaterdagavondcabaret. Dat moet scherpte hebben. En ja, daar hou ik ook wel van. En ja, dit is helemaal te gek. Want we hebben elke week ook een optreden. Aanstaande zaterdag is dat Miss Montreal. Maar elke week hebben we wel echt de Spaandersband onder leiding van drummer Cyril Directie. Ja, die leggen meteen zoveel sfeer in deze kroeg. Kortom, het wordt een evenement. Bij zo'n programma wil je gewoon dat de dag daarna dat mensen zeggen, oh, heb je die grap gezien of heb je dat typetje gezien? Dat is natuurlijk heel leuk. Een goed gesprek hier aan tafel hou ik ook echt van. En dat mag op een andere manier zijn dan bijvoorbeeld bij Op1 of bij Jinek. Dus ja, het is gewoon als mensen echt dat zaterdagavondgevoel weer hebben, dat ze met zeg maar het hele gezin weer om de televisie heen zitten en de week doornemen en zich daar goed bij voelen, dan voel ik dat ook.